En die loopt hier vrij gemakkelijk weg op het hele gladde asfalt ten opzichte van de startnummer 1, Kenneth Hansen. Hansen die volgend jaar met de C4 wil gaan rijden. Dat is inmiddels ook duidelijk dat men volgend jaar het EK echt nieuw materiaal nodig heeft en de reglementen gaat aanpassen. Zodat ook prototypes aan de start kunnen komen of auto's die pas later in de rally sport in het WK zullen gaan rijden. Technisch staat het allemaal redelijk op hetzelfde niveau als het wereldkampioenschap rally's. Qua rijders zijn er goede namen. Met nummer 7 is het Sverre Isaksen. Kijk naar het koppie hoe die zit te kijken. Hoe die hier en Hansen en Bemmingroet lijkt te verschalken, dan naar de buitenkant komt. En dan is er de betere lijn voor in dit geval Kenneth Hansen. Ah, daar blijft Isaksen nog net voor. Isaksen zorgt in Polen voor het grootste spektakel. Door over, nou het zal niet al te lang meer duren, zijn auto brandend aan de kant te moeten gaan zetten. Als Hansen echt begint te drukken. De gaten worden dan groter. Vooral op dit circuit in Polen waren de verschillende marges veel groter dan eerder dit jaar. Kuipers, volgend jaar een Nederlander met een focus. In de andere klasse, want je hebt er 3 in het Europees kampioenschap, werd Ron Snoek in de divisie 1A met zijn Seat kampioen hier in Polen. Hier gaat het fout voor Sverre Isaksen. Hansen begint te drukken, zoekt dan naar het gaatje om er voorbij te komen en vindt dat gaatje bij Isaksen. Isaksen dit seizoen op regelmaat erg goed in het Europees kampioenschap. Soms iets te spectaculair en te wild, soms te veel aan het smijten. Maar hier blijft hij toch heel makkelijk Kenneth Hansen voor. En dat geeft wat aan. De Focussen waren dit jaar op regelmaat sterker dan de Citroën van Hansen. En dat heeft Hansen de afgelopen jaren niet meegemaakt. De finishvlag is gevallen als Isaksen, die ietsjes in aanraking gekomen is met een andere auto, bij de finish zijn auto brandend parkeert. En kijk dan hoe lang het duurt voordat de officials wat doen. Nou, die staan om te kijken waar is de brandblusser. De brandweer, zeker de brandblussers, laten lang op zich wachten. Daar komen ze pas aan. Isaksen is dan gelukkig al lang uit de auto. Maar dat is echt een heftig moment tijdens de wedstrijd in Polen. Isaksen doet er dan vervolgens dankzij zijn monteurs alles aan om de auto toch weer aan de start te brengen. Motorisch is er niet veel beschadigd. Wel aan de achterkant, dat wordt provisorisch gerepareerd. En dus zien we ook Isaksen terug. Lars Larsson met de Skoda. Per Eklund komt eraan gereden met de Saab. Martin Bengmeroet en Kenneth Hansen en Mikael Jernberg. Hansen is vanaf een slechte startpositie vertrokken en zit nu in een groepje. Larsson gaat hier te dwars. Doei, die is weg. Bemmingroet leidt voor Jean-Luc Poirier met Peugeot. En Hansen zit pas op plek 3. Dan zitten er 2 mannen voor hem die normaliter gewoon echt vet vol moet blijven. Waar zit Jernberg? Jernberg zit echt slecht. We hebben een cameraatje in zijn auto gemonteerd. Oh, die zit hier helemaal klem. Jernberg zit klem tussen Hansen, Poirier en Eklund. En weten wel, Larsson hier op rechts zo meteen weg gaat schuiven. Dat hij echt voorbij Hansen zal moeten gaan in de strijd om het Europees kampioenschap. Want tijdens de laatste wedstrijd in Duitsland heeft hij dan wellicht nog kans om de titel binnen te halen. Daar gaat Larsson, die is weg. Hansen zit op plek 3. Maar het is Jernberg die in de laatste 2 rondjes van deze A-finale alles of niets aanval inzet. En Hansen voorblijft. Dat betekent dat het Europees kampioenschap beslist gaat worden. Niet hier in Polen. Daar had Hansen op gehoopt. Het gaat beslist worden in Duitsland. Dat ziet u over 2 weken bij ons.